gasten, Viva Mousy, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe FUTDRAFT video. Vandaag gaan we strijden voor een zo hoog mogelijke FUTDRAFT en dat heeft ook een reden. Want namelijk elke rating boven de 185 wat ik krijg, mag ik 150k pack openen. Dus stel we halen 193 draft in deze video, kan ik gewoon 850k packs openen. Dat is echt insane veel, maar stel ik al een 190, wat redelijk makkelijk is, dan mag ik ook alsnog gewoon 55k packs openen. Dus we gaan sowieso packs openen, maar de vraag is alleen hoeveel. En dat gaan de FUTDRAFTs bepalen. Ik mag in totaal 3 drafts doen en de beste draft daarvan, die mag ik dan meetellen voor de packs, zeg maar. Maar we beginnen met 4-3-3, aanvallend, en we gaan zien wat we gaan krijgen. Ik hoop echt op een goede draft, maar daar gaan we achter komen. Ik begin wel met Owen, op zich prima icon. En trouwens, voordat we verder gaan, vergeet natuurlijk allemaal niet even dat duimpje omhoog te smashen. Zouden we de 3000 likes kunnen halen op deze video? Het zal echt ziek zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. We krijgen nu Cristiano Ronaldo, we krijgen ook Neymar. Ja, Ronaldo die heeft gewoon nog een 99k, dus ik ga nu voor Neymar. Maar dan hoop ik dat ik zo meteen alsnog Cristiano Ronaldo kan krijgen. Kijk, dit is ook wel weer zo lastig. Ja, ik moet wel voor Messi gaan. Als ik gewoon een goede draft wil halen, dan moet ik nu voor Messi gaan. En zijn team of the year krijg je bijna nooit uit drafts. Oh, dit is trouwens wel nice. Dit is zo'n lijp kaartje. Dat is echt niet normaal. Alles gewoon 83 plus. Ik denk dat hij ook best wel duur is. Maar hij is ook 90 plus. Dus tot nu toe gaat het best wel goed. Alle spelers boven de 90. Maar ik moet natuurlijk ook wel een beetje letten op teamgeest. Want dat is ook belangrijk. Want als ik geen teamgeest heb, dan haal ik alsnog niet die 190. Ik ga nu voor Was. Dan heb ik in ieder geval best wel wat La Liga spelers. Dus ik denk dat ik uiteindelijk een La Liga team ga maken. Hangt er ook wel een beetje vanaf natuurlijk wat ik eromheen krijg. Ik ga nu wel voor Carvajal. Die linkt daar op zich best wel prima. Kijk, dan heb ik die hele rechterkant al gelinkt. Dus dan is dat al gefixt. Nu moet ik alleen mijn verdediging nog een beetje linken. En dat gaat wel makkelijk lukken met zo'n 93 rated icon. We beginnen meteen lekker. Ik denk dat dit minimaal wel een 190 draft gaat worden. Nog een icon. Oh, dat is heel chill. Want nu kan ik de linkerkant helemaal loslinken van de rechterkant. Alleen deze verdediger is echt 10 keer niks. Nou ja, ik ga er maar voor eentje. Ik ga zo meteen hopelijk toch nog iets beters krijgen op de bank. We krijgen ook nog Robertson. Nice. Team of the year. Oké, dit is echt super relaxed. We hebben nu al 91 beoordeling. Stel we halen nu al nog 100 teamgeest, dan mogen we sowieso al 6 gewoon van die 100k, nee, van die 50k packs openen. Moet het natuurlijk wel goed zeggen. Maar Kante was ook prima. Wat gaan we nu krijgen? Walker? Zou ik voor Sterling gaan? Sterling is net iets hoger qua rating, dus ik ga voor Sterling. Kom op, volgende. Ik wil nog even dik 90 plus hebben. Nou, dat is dit absoluut niet. Maar dan gaan we nu voor Son, 88 rated. Die kan ik beter hier gebruiken. Oh, ik zet het niet helemaal goed neer. Fix ik zo meteen wel, maar die zet ik in ieder geval zo meteen op de plek van die. Maar, oh, Costa. Dat is ook chill. We hebben gewoon 4 icons nu. Dit is echt insane. En als ik Son nou hier neerzet en op het middenveld nog zo meteen iets anders. Ja, ik zet David Silva nu hier neer. Hebben we nu 99 teamgeest. Alleen nog een verdediger en dan hebben we het gefixt. Dan ga ik nu gewoon meteen voor de verdediging. Dan gaan we er meteen achter komen of we dat nog gaan krijgen. Ja, ik kan wel voor deze gaan. Dat is op zich prima. Die is qua rating best wel hoog. En die kan ik dan hier neerzetten. En nu denk ik, leur, waarom doe je dat? Nou, ik ga deze twee omwisselen. En dan hebben we inderdaad 100 teamgeest. Dan hebben we nu een 190 gereden team. Haha, nice. Maar nu wil ik natuurlijk hoger krijgen. Dit is trouwens ook Chill van Dijk. Die is beter als deze vent. En die linkt op zich ook goed. Die kan ik hier wisselen. We hebben nog steeds 190. Ik moet nu gewoon puur hoge rate spelers krijgen. En dan gaat het gewoon goed komen. Dan gaan we gewoon meteen een goed team krijgen. Wijnaldum, die is niet beter dan de spelers die ik nu op het middenveld heb staan. Maar het is alsnog prima. Dit is dan wel een beetje jammer. Maar ik heb bij reserves natuurlijk nog Kante en nog andere goede spelers die ik er neer kan zetten. Dus dat is op zich ook wel chill. Mertens, 90 rated, ook prima. Wel, dit is zo chill. Nog een keeper en nog één reserve te gaan. Als we nu nog even een paar goede spelers krijgen, zal chill zijn. Dan is dit de laatste kans. En anders denk ik dat dit een 190 draft gaat worden. Ja, ik denk dat dit een 190 gaat worden. Ik ga gewoon in ieder geval alle goede spelers even er neerzetten en op de bank. En dan zien jullie me zo meteen weer als het is gefixt. Maar ik denk dat het niet beter dan dit gaat worden. Nee, inderdaad. Ik heb zelfs Neymar er nog neergezet, maar daar gaat mijn beoordeling niet van omhoog. We hebben uiteindelijk een 190. Ik zal het even noteren. Eerste draft is 190. Dus we mogen nu sowieso al 55k packs openen. Maar we gaan nog 2 drafts doen. En die gaan natuurlijk ook nog bepalen of we nog meer packs mogen openen. Want stel we halen nu een 191 of 192, mogen we nog meer 50k packs openen. We stiekem hopen nog steeds op die 193. Dat zou helemaal chill zijn. Oké, bij de volgende draft hebben we wel iets minder chille opstellingen. Op zich 4-3-1-2 gaat er dan nog mee door. Dan heb je wel lekker veel middenvelders. En op het middenveld kan je ook wel regelmatig iets goeds krijgen.
Zou ik voor Rui Costa gaan of zou ik voor Luis Figo gaan? Ik ga voor Luis Figo, want die belandt op de bank. En dan heb ik mijn centraal aanvallende middenveldenpositie heb ik dan nog. En vaak krijg je hier wel goede spelers. Dus dan, ah shit, oké. Okay. Had ik beter niet kunnen doen, maar ja, je weet het natuurlijk nooit wat je krijgt. Hè? Soms krijg je ook vet goede centraal aanvallende middenvelders. Bergkamp. Die is wel chill. En die kan ik zo meteen ook als centraal aanvallende middenvelder inzetten. Omdat hij nu CA is. En we krijgen nog een icon. Ik weet niet wat er vandaag aan de hand is. Maar ik krijg echt vet veel icons. Vorige draft ook al. Nu weer. Modric is op zich ook prima. Dan denk ik dat ik uiteindelijk gewoon een La Liga team weer ga maken. Misschien een combinatie met de Premier League. Hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf wat ik voor de rest krijg. Maar tot nu toe gaat deze draft redelijk. Ja, het had op zich ook wel beter gekund. Maar ik laat van deze draf wel even de hoogtepunten zien verder. Nou, mijn tweede team is ondertussen ook klaar. Gewoon weer 190. Dat is wel een beetje balen. Net niet 191. Op zich wel weer een goed team met dus ook alweer vet veel icons. Weer ook Team of the Year Robertson. Maar we gaan nu door met verdraf nummer 3. En dat wordt de laatste verdraf. En dus ook de laatste kans op eventueel nog meer 50k packs. En daarna schakel ik over naar mijn hoofdaccount. Een nieuwe FUTDRAFT account. En dan gaan we die 50k packs openen. Nou, let's go. Laatste FUTDRAFT. Ik ga nu even voor een andere opstelling. We hebben allemaal verschillende soorten opstellingen. Ik ga nu voor een opstelling met 3 centraal aanvallende middenvelders. Ik ga nu wel voor Costa. Dan hebben we in ieder geval 1 centraal aanvallende middenvelder icon. En dat is gewoon heel relaxed. En kijk, dit moest ik hebben. Oh, joh, we krijgen gewoon 4 icons als keuze. Mijn Zidane is wel echt heel chill. Kijk, dat soort spelers krijg je vaak op centraal aanvallende middenveld. De Bruin is ook prima. Daar hebben we tot nu toe alles 90 plus. En dit wordt ook de laatste kans op eventueel iets heel zieks. Aguero is ook prima. Tot nu toe best wel chill. Want Aguero en De Bruin linken natuurlijk ook perfect. Dit is alleen wel jammer. Ja, hier heb ik helemaal niks aan. Hoop ik dat ik zo meteen nog even iets beters ga krijgen. Maar ja, daar komen we zo meteen wel achter. Misschien op de bank. Maar, oeh, dit is al beter. Kante. Kijk, die kan linkt ook weer met De Bruyne. Als we nu dan weer Team of the Year Robertson zouden kunnen krijgen, zou echt heel relaxed zijn. Ah, die krijgen we dan nu net niet. Ik ga er nu niet voor. Ik ga voor Azpilicueta, want die linkt op zich ook prima. En dan hoop ik dat ik zo meteen dan alsnog op de bank Team of the Year Robertson kan krijgen. Maar tot nu toe is het team wel heel chill. Godin is alleen wat minder. Oeh, en rechtsachter krijgen we dan ook nog gewoon Zanetti 92 rated. Ik heb nu eigenlijk nog 2 andere centraal verdedigers nodig. Oh ja, en een andere keeper, want die is ook niet al te best. Maar als ik dat heb gefixt, dan wordt dit sowieso een beter team dan 190. Dat kan niet anders. We krijgen nu gewoon nog meer icons. Ik ga wel gewoon voor Luis Figo. 90 rated, hoe chill is dat, jongen? Echt insane hoeveel icons ik krijg vandaag. Ja, ik ga denk ik nu voor Jimenez. Want misschien dat ik nog een La Liga verdediging ga maken. En dan is Jimenez natuurlijk wel handig dat ik die krijg. Tielemans is op zich ook prima. Die kan ik eventueel centraal verdedigen middenvelden inzetten. Mocht dat nodig zijn. We blijven maar goede spelers krijgen ook. Navas, die is wel goed. Maar op zich, die linksachter kan ik ook wel redelijk gebruiken. Die kan ik eventueel als centraal verdediger gebruiken. Maar, ik ga toch voor Navas. Dan heb ik in ieder geval een betere keeper. En stel, ik zet Jimenez hier neer. Kijk, dan heb ik nu al 190. Oké, nice. Teamgeest is dus nu eigenlijk al gefixt. Dan moet ik nu eigenlijk alleen nog wat goede spelers krijgen voor op de bank. En dan gaan we die 191 wel halen. Dus kom op. Eventjes dik 90 plus spelers. Nou, dat is dit nog niet. Courtois, 88. Op zich prima. Is weer 1 rating beter dan Navas. Volgende. Nice. Oh, we krijgen ook gewoon nog een icon, hè. Maar ik ga hem daar niet voor. Ik ga voor Messi, want die is 95 rated. En ja, 95 rated is behoorlijk hoog. Dus die kan ik wel gebruiken. Frenkie de Jong is ook prima. Die kan ik dan eventueel hier neerzetten. Is weer net iets beter, dus dat is wel chill. En misschien dat ik Messi ook nog in mijn team kan neerzetten als centraal verdediger. Aangezien die centraal verdediger van nu, Godin, totaal niet linkt. Ja, kijk, ik kan hem hier gewoon neerzetten en dan linkt het gewoon nog steeds. Oké, dat is chill. Maar ja, mocht ik nu een andere centraal verdediger krijgen, kan ik die er ook nog altijd neerzetten. Maar ik moet nu wel even hoge rated spelers krijgen, want anders gaat het alsnog niet lukken. Zal wat zijn als we dan gewoon 3 keer achter elkaar de 190 halen? Dat zou best wel balen zijn, maar wat krijg ik tot zo? Ah, zilver. Nou, ik ben bang dat dit weer een 190 gaat worden. Maar ik ga in ieder geval mijn goede spelers op de bank neerzetten. En dan gaan we erachter komen. Ah, gewoon weer 190. Ja, mijn bank heb ik nu zo goed mogelijk. Mijn baaself kan ook niet veel beter. Dit is echt bizar. Waarom de hele tijd precies 190? Maar wel weer een live team met weer gewoon 4 icons. En zoveel icons, jongen, in deze video. Dat is echt niet normaal. Maar ik schakel nu over naar mijn hoofdaccount. En dan mogen we dus 50k packs openen. Omdat ik 5 ratings boven de 185 heb gehaald. Nou, dan gaan we lekker 50k packs knallen. Dit wordt 50k pack nummertje 1. Hopelijk krijgen we in ieder geval een van deze 55k packs een walkout. Maar dat kan haast ook niet anders als je er 5 opent. Beginnen we meteen met de walkout? Nee, dat helaas niet. Het is wel een border. Dit is... geen idee wie dit is.
Gomez? Is dit Gomez? Oh, Ilicic. Oké, nee, dit is geen Gomez. Helemaal verkeerd. Maar 84 reden is niet extreem goed. Maar het had ook slechter gekund natuurlijk. Maar we gaan snel door met pakketje nummer 2. Hopelijk wordt hij wel iets beter. Kom on, beter zitten dan nu wel, Walcott in. Het is weer minimaal worden. Alleen daar blijft het ook helaas bij. Dat is dan zo fucked up. Wie is dit? Centraal van een middenvelder. Oh, nice. Dit is Ziyech natuurlijk. 85 rated. Dat is best wel leuk. Alleen denk ik niet dat hij extreem veel waard is. Maar 85 rated kaarten zijn meestal ongeveer 8000 coins waard of zo. En omdat Ziyech in de eredivisie speelt, zal dat misschien iets minder nog zijn. Nou ja, misschien 9000. Nou, prima meegenomen. Het is in ieder geval beter dan de vorige pakket. Dus als we deze lijn voortzetten, wordt de volgende pack een walkout. Want eerst de 84, nu 85. Dan moeten we nu een 86 rated speler krijgen. En daarna een 87 en daarna 88. Het zou geniaal zijn als dat echt gaat gebeuren. Maar kom op, dan moet er dus nu een walkout in zitten. Het is minimaal border, het is geen walkout. Dus nou, dan kan het geen 86 rated speler zijn. Portugal, centraal verdedigende middenvelder. Oh ja, dit is dan... Oh nee, ja, wel Danilo, inderdaad. 83 rated. Nee, helaas. Dit pakketje is weer dikke prut. Dan hebben we nog 52k packs te gaan. Hopelijk krijgen we dan nog in één van die twee nog wel een walkout. Want tot nu toe is het nog niet al te best. Nou, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Nee, weer niet. Wat is dit? 54k pack, wel allemaal borders. Maar ja, dat moet eigenlijk ook wel uit deze pack. Maar nog geen één walkout. Dit is kamp of zo. Weer 83 rated. Niks waard die 83 rated spelers. Misschien 1000 coins, misschien maximaal 2000. Nog Promes. Maar oh, Fardy, dat is ook wel een leuke speler. Niet dat hij heel veel waard is, denk ik. Nou, nah, 3000 coins of zo. Weet je, het is wel een goede speler. Het is echt zo'n cheap beast. Weet je, als je niet veel FIFA punten hebt of veel FIFA coins, dan kan je Fardy goed gebruiken als, zeg maar, spits. Maar dit wordt de laatste pack. Hopelijk krijgen we dan toch nog even één walkout. Alsjeblieft. Gun mij één walkout. Het is minimaal worden. En weer een walkout. Yo. Wel in elke pack een walkout op een border bedoel ik. En oh, we sluiten wel af met een informpje. Maar sowieso discard waarde. 100%. Wat heb je nou aan een inform van 78 rated? Natuurlijk helemaal niks. Dus dit is wel een beetje balen. Rashford. Oh, die is trouwens nog best wel chill. Is ook zo'n cheap beast. Niet heel duur. Deze kerel, ja, die kan ik gewoon meteen discarden. Dus daar heb ik niet heel veel aan. Maar ja, dan heb ik toch wel even 15.000 coins uit dit pakketje gehad. Maar de packs waren niet al te best. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar dan laat ik hierbij voor deze video. Als jullie vaker Futraps video's willen zien, laat het even weten in de comments. Ondertussen lekker hoesje laten. Maar in ieder geval, bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik dat zowat nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!